Vertrouwen en ondernemerschap in de zorg, de nieuwe naam van Veros. Hè, ja. Want dat was eerst Vereniging van Ondernemers in de zorg. Van waar die naamverandering? Nou, wij denken dat in de zorg vertrouwen een essentiële randvoorwaarde is om effectief ondernemerschap te, ja, te kunnen uitoefenen. Want in de zorg moet je het samen doen. En je kan het alleen maar samen doen als je vertrouwen hebt in elkaar. En er is heel veel wantrouwen tussen patiënten, verzekeraars, farmaceutische bedrijven, zorgaanbieders enzovoorts. Komt u er zo ook op, dat vertrouwen zo belangrijk is? Nee, de reden waarom we op dit thema zijn gekomen, en dat heeft eigenlijk niet eens zozeer iets met de zorg te maken, is dat als je wil co-creëren, als je de zorg wil veranderen, en dat willen we allemaal in dit land, dan zal je vertrouwen moeten hebben in elkaar. Dus je zal elkaars agenda moeten snappen. Je zal ook de zorg van de ander moeten snappen als je dingen wil veranderen. En de angsten. En als je daar goed inzicht in hebt, dan bouw je vertrouwen. En kun je ook co-creëren en samenwerken. En ja, daar is de randvoorwaarde voor. Ja. Nu hebt u zelf uh, tijdens de bijeenkomst vanmiddag een, een voorbeeld verteld van hoe uw bedrijf GSK uh, daar ervaring mee heeft. Een claim van 2,3 miljard afgekocht in, in de Verenigde Staten. En nu hebt u dus gerealiseerd, ja, uh, vertrouwen is de kurk waarop alles moet drijven hier. Als dat er niet is, dan kunnen we dat bedrijf uh, ook wel vergeten. Ja, nou, in principe hadden we dat al, uh, dat kwartje was al bij ons gevallen voor deze casus. Overigens. En de casus is een casus in de Amerikaanse organisatie, de lokale organisatie, waar financieel gewin van medewerkers uh, eigenlijk dominanter was dan het patiëntbelang. Daar heeft de top van ons bedrijf absoluut van geleerd. En um, we hebben ook erkend, ondanks dat we dat niet hoefden naar de schikking, dat daar fouten zijn gemaakt. Um, maar, maar dat laat onverlet dat we in de rest van de wereld um, proberen om juist via die vertrouwensagenda die we drijven, samen met patiënten, behandelaren um, en, en ook betalers, ja, de zorg beter te maken en betaalbaar te houden. En daar is eigenlijk die hele casus. Um, niet echt relevant in. Want dat, dat, dat is wat we sowieso moesten. Dus als je kijkt naar het bedrijfsmodel waar, waar de farmaceutische bedrijfstak groot in is geworden, is het ontwikkelen van breed toepasbare geneesmiddelen en die aan artsen uh, verkopen, eigenlijk voor te lichten. En je ziet dat ons bedrijfsmodel veel meer gaat naar het. Naar het leveren van gezondheidswinst aan, aan patiënten. waar betalers duurzaam voor kunnen en willen betalen. En dat is eigenlijk een heel andere manier van werken. Daar hebben we ook een hele andere samenwerking voor nodig. dan we traditioneel gewend zijn in onze bedrijfstak. En, en, en daar hebben we dat vertrouwen voor nodig. Dus, dus daar staat die US-casus eigenlijk een beetje los van. Steven Covey heeft een inleiding gehouden, heeft het over de agenda's die niet uh, dubbel mogen zijn. Geen dubbele bodem mogen hebben. Hij heeft het over de intenties uh, die vertrouwd moeten worden. Hij heeft het ook over gedrag van leiders ja. om het vertrouwen te verdienen. Ja. En hoe doet u dat binnen GSK? Nou, laten, we, laten we een tweedeling maken tussen wat wij in Nederland doen en wat we wereldwijd doen. Uh, kijk, in Nederland. Dat doen we eigenlijk in lijn met wat ons hoofdkantoor ook wil, is dat we dus die gezondheidswinst willen aantonen bij patiënten en dus ook de patiënt meer centraal zetten. En dat betekent dus dat in onze initiatieven we ook patiënten vroegtijdiger betrekken om die zorg te, te optimaliseren. En dat doen we bij het ontwikkelen in Nederland van COPD e-health modules. Dat doen we bij het ontwikkelen van, van gevalideerde kwaliteit van leven, vragenlijsten, waar de patiënt centraal staat bij de ontwikkeling. Dus dat, is, dat vinden we extreem belangrijk. En, en, en we willen ook dat dat vanaf het onderzoek van geneesmiddelen tot ook de voorlichting op het moment dat geneesmiddelen op de markt zijn, uh, centraal staat. Wat we daarnaast willen, en dat is de ambitie ook van, van, van onze CEO, is dat we naast dat we commercieel succesvol willen zijn voor aandeelhouders, ook voor de in uh, op deze wereld uh, een bijdrage willen leveren. Dus wij willen naast um, uh, commercieel succes ook, ook succesvol zijn om, om, om toegang tot geneesmiddelen, tot de allerarmste op deze wereld, uh, ja, re realiteit te laten worden. En hoe doet u dat dan? Dat doen wij op verschillende terreinen. Dat doen wij door, door kennis te delen, door, door, door databanken van producten, um, om open te gooien zodat iedereen daarvan kan leren. Dat doen we door gedifferentieerd geneesmiddelenbeleid. Dus de prijzen van geneesmiddelen in, uh, van GSK in, in ontwikkelingslanden. En in emerging markets, die is gerelateerd aan het bruto nationaal product van het land. En hij kan nooit hoger zijn dan de relatie tussen het bruto nationaal product in het land en, en, en in het Westen. We doen dat door, door, door een RD-afdeling te hebben die specifiek zich focust op de drie belangrijkste ziektebeelden. Die zitten in Tres waar waar wetenschappers alleen maar onderzoek doen naar malaria, naar tuberculose. Um, en, 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 en ook naar Hephen Aids. Dus, dus, dus ook in de onderzoek en ontwikkeling hebben we een focus uh, op dat soort uh, ziektebeelden, die, die, die niet of minder voorkomen in het Westen. Dat is uh, de, de hele wereld eigenlijk. Uh, ook wereldwijd heeft de farmaceutische industrie uh, wel een vertrouwenskwestie, vertrouwensprobleem. Ja. Maar dat geldt op ne in Nederland ook voor veel zorgverzekeraars bijvoorbeeld. Ja. Of zorgaanbieders. Is, is dat ook de reden waarom u. Uh, Eigenlijk die, die nieuwe vertrouwensagenda hebt gesteld? Nou, wat, wat ik net al zei, als je de zorg in de, in de nieuwe setting in Nederland, die denk ik heel veel mogelijkheden biedt, goed wil herinrichten en goed wil verbeteren, zou je het samen moeten doen. En mijn mantra is: geen samenwerking zonder vertrouwen. En, dat, en, en daardoor moeten we weten wat ieders agenda is. Moeten we ook weten waar potentiële problemen zitten als je dingen anders gaat inrichten. Ja, en dat geldt voor een zorgverzekeraar, dat geldt voor een, uh, voor een apotheker, dat geldt voor een arts. Maar dat geldt ook voor een farmaceutisch bedrijf. Dus, dus vertrouwen is daar, wat mij betreft, een, een randvoorwaarde in. Zonder vertrouwen kun je samen niet bouwen.